Welkom bij het Gaming Journaal van Dinsdag 6 april is het alweer. 6 april. En we beginnen deze editie met voor mij wel wat verrassend nieuws. We weten het allemaal, de PlayStation 5, de Xbox Series X en S. Uh, de 3080. Alles waar een chip in zit uh, is op dit moment gewoon fucking schaars. En iedereen gaat daarvan uit dat ja, dat, dat die chips er dus niet zijn. Die dure dingen. Maar wat blijkt nou het hele probleem lijkt dus veroorzaakt te worden door een lousie display driver van 1 dollar. 1 dollar kost dat ding. Je ziet het nu. Dit ding kost 1 dollar. En dat heb je nodig om. Ja, een, 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 iets, een scherm op te lichten. Uh, dat soort dingen. Je driver op te zetten. Whatever. Uh, het is een heel klein onderdeeltje. En de makers daarvan geven aan. Wij kunnen de vraag absoluut niet aan. Um, en dat betekent dat de PlayStation niet in elkaar gezet worden. De Xbox Series X kan niet in elkaar gezet worden. Et cetera, et cetera. Nou, zou je denken opschalen dan die handel? Nou, dat zeggen dus de producenten hiervan, dat gaan we niet doen. Want uh, wie zegt ons dat als de achterstand is ingewerkt, dat we dan die fabrieken weer nodig hebben? Het zijn gecompliceerde uh, uh, fabrieksinstellingen die je nodig hebt. Hè? Dus die, 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 die hele, ja, hoe dat, dat proces is best wel ingewikkeld, dat kun je niet zomaar even opschalen. Kortom, dat elementje van 1 dollar zorgt er dus voor dat je nog steeds allerhande problemen hebt als je een Playstation 5 of een 3080 videokaart wil gaan kopen. Eén fucking Dollar dus. Bizar. Um, dan is er wat huisnijverheid gedaan. Vond ik wel grappig. Uh, iemand heeft uitgezocht um, wat nou de console is waar het meest waar de meeste games voor uitgekomen zijn. En. Ik zat zo'n beetje na te denken. Ja, kijk, uiteindelijk bedoel het gaat om consoles, hè. Want je zou natuurlijk zeggen, du PC, de... Daar is natuurlijk verreweg het meeste voor uitgekomen. Omdat er, er is maar één PC. Ja, er zijn er miljoenen versies, maar er is maar in principe één PC. Maar qua consoles, wat is nou de console die het me, de, ja, de meeste games heeft gekregen? En uiteindelijk... En dat, ik denk dat de meeste mensen uh, dat gokje wel goed gaan maken, is dat dus de PlayStation 2 geworden. De PlayStation 2 heeft 4.380 officieel uitgebrachte games gekregen. Dus echt officieel in een doosje, oké. kon je kopen en kon je spelen. Ze zijn daardoor bij iets groter, ze hebben iets meer games uitgebracht dan de PlayStation 1. En daarna zie je wel. Dat het aantal games minder wordt. Want de PlayStation 3 had er nog maar 2278. En de PlayStation 4 3163. 31, Xbox 997 klopt. Omdat uh, Microsoft vrij snel um, de Xbox afkapte. Toen bleek dat ze niet op konden tegen de PlayStation um, 2, volgens mij. De Xbox 360 had er 2154. 21, en de Xbox One had er 2708. Uh, Na nou, andere opvallende nog de Switch. Die heeft ontzettend veel games. Die zou wel eens het record kunnen gaan breken, want die staat inmiddels al op 3317. SNES had er ook een hoop, 1756. Um, even kijken naar de DS, de Nintendo de DS 2030. En als je nou gaat kijken naar welke console heeft nou eigenlijk, een beetje bekende console, heeft nou eigenlijk de minste games... Dan is dat de N64 met 393. Dat vind ik verrassend weinig. Uh, de Dreamcast had er nog 624. Ook die is natuurlijk gekild. En de GameCube 653. Vind ik eigenlijk ook niet zo heel veel voor een console die wel wat langere levensduur heeft gehad dan de Dreamcast. Maar de Switch. Ik denk dat de Switch het record gaat breken voor de meest uitgebrachte games. Want ja, de Switch die bestaat nog wel. Drie jaar minstens waar ook full-on games voor worden uitgebracht. Goed, uh, dan gaan we even naar nieuws als we het hebben over um, Remedy Entertainment. We weten dat ze werken aan de game uh, Crossfire X. Dat is officieel, daar werken ze aan. Maar daarnaast werken ze nog aan vier andere games. En vind ik altijd een beetje gevaarlijk van dat soort studio's, die volgens mij niet al te groot zijn. Uh, dat ze vier titels min of meer simultaan in ontwikkeling hebben. Hè? Dan moeten ze al die balletjes ophouden. Vind ik altijd een beetje gek. Krijg, uh, krijg je altijd een beetje de Bioware-optie, noem ik dat altijd. Die deden op een gegeven moment ook te veel. Waardoor in één keer de kwaliteit van al hun uh, games... een beetje naar beneden ging. Nou, de geruchten gaan dus dat ze voor de Xbox en de PC ook Alan Wake Twee aan het maken zijn, nou dat geloof ik ook wel. En dan zou er dus nog een derde game zijn, um, en dat zou dus een PlayStation Exclusive zijn. Nou, waarom weten we dat? Of waarom denken we dat we weten? Nou, Claire Bromley, uh, zij is Global Eternal Producer van PlayStation. God niet wat dat betekent. Uh, die deelt de hele tijd via haar LinkedIn um, vacatures van Remedy. En dat doet ze niet als dat alleen voor de Xbox is. En dan heb je nog een insider um, die ook aangeeft. En die heet uh, Special Ed. En deze man uh, die lekte ook voortijdig dat Final Fantasy VII Remake in maart naar de PlayStation zou komen. Nou, die weet ook een hoop. Die zegt ook: Remedy is bezig met een PlayStation exclusive. En voor een onafhankelijke partij, Remedy is losgegaan. Van iedereen dat wilden ze ook heel erg graag. Um, zou het eigenlijk wel heel erg logisch zijn dat ze, als ze meerdere games doen, dat ze een beetje het risico verspreiden. Ze maken wat voor de Xbox, ze maken natuurlijk Crossfire X, en ze maken nu waarschijnlijk dus ook een exclusieve game voor de PlayStation. Ben heel benieuwd. Ik ben wel een fan van Remedy. En dan uh, hebben we nog een kort nieuwtje dat Microsoft de komende weken wel eens een ja What Next voor gaming presentatie kan gaan geven. Dat klinkt heel erg vaag, dat is het ook. Um, er is een soort van, ja, in mei een soort van evenement... dat heet Microsoft Build, waarin developers worden uitgenodigd... om te kijken wat je allemaal met Microsoft software kunt doen, et cetera, et cetera, et cetera. Maar er zijn ook steeds meer geruchten dat er de komende weken wel... Iets aangekondigd gaat worden van de nieuwe games en je ziet het al um, ik verwacht toch eigenlijk wel zo langzamerhand dat ze wat van Halo infinite kunnen uh, moeten gaan laten zien <coughs> want uh, die game moet natuurlijk het najaar uitkomen en die hype die moet langzamerhand wel een beetje weer opgebouwd gaan, gaan worden omdat ja hij zit een beetje in een dipje natuurlijk na de laatste presentatie die niet heel erg goed was en dat is natuurlijk ook weer een reden om dit pas te doen als het goed is dus het wordt een beetje iffy. Ik verwacht dat ze sowieso in juni gaan knallen. Hè? Ik verwacht dat eigenlijk alle grote partijen uh, tijdens de E3-periode met een eigen presentatie gaan komen, maar mogelijk dat Microsoft al eerder een inside Xbox zal laten zien uh, met daarin de eerste beelden van Halo Infinite. Maar ja, die moeten dus goed zijn, want nog een keer met een bak stront komen, dat gaat niet helpen en um, laat ze dan nog maar even een maandje wachten tot juni om het goed te krijgen. Aan de andere kant, als het nu niet goed is, dan is het in november ook niet goed. Dus het worden spannende tijden. Xbox is on a roll op dit moment, gaat hartstikke goed. Uh, Game Pass loopt als een, als een malle. Maar die eerste exclusieve games. die moeten langzamerhand nu toch wel eens een keer gewoon uit gaan komen. Uh, in ieder geval dat we beelden kunnen gaan zien. Want dat is een beetje de missing link die we op dit moment hebben. Die exclusieve content, die willen we heel graag zien. Hopelijk dus in mei en anders wel in juni.